De vrienden van Oost, het wijkhuis Schiedam-Oost en de bewonersvereniging Oost wilden graag een groene van het Hofplein. Samen met buurtwerkplaats De Buren en de gemeentelijke afdeling Beheer is een plan tot stand gekomen dat is voorgelegd aan de omwonenden. De buurtwerkplaats is al een aantal weken bezig om de plannen uit te voeren. En ze betrekken daarbij zoveel mogelijk bewoners en gebruikers van het plein. Het is sowieso is bedacht samen met de wijkgenoten. De meeste mensen die hier nu voor ons aan het werk zijn, die komen ook uit de wijk. En het is wel een zogenaamde wijkdeal. En dat houdt in dat de bewoners en gebruikers die aan de pand en grondslag lagen, zeg maar. Daar wordt wel van verwacht dat ze het ook zelf bijhouden. Dus zelf de planten water geven, zelf een beetje onkruid bieden. Ja. Nou, met name de vrienden van Oost die houden zich daar erg mee bezig. Dus die houden het bij. Verder hebben we met ook veel omwonenden gewoon de afspraak gemaakt dat als er iets aan de hand is, mocht er iets kapot gaan, mocht iets niet bevallen of niet zijn doel misslaan, dat ze contact met ons opnemen om te kijken wat we anders gaan doen. Want dat is eigenlijk een beetje het idee van dit soort projecten. Dat het samen met bewoners is om ook wat meer eigenaarschap te creëren. Het moet ook een beetje kleinschalig, omdat het plein binnen een aantal jaar toch helemaal op de schop gaat. Dus we hebben gewoon een kleine ideetje bedacht om een beetje groener te laten ogen. Er komt een geveltuin van 17 meter, dus dat is ook weer mooi. Er zijn veel tegels voor het NK Tegelwippen. Die komt hier langs het wijkcentrum tot aan het kantoor van het wijkondersteuningsteam. Dit hekwerk vonden we niet bepaald prachtig. En zeker omdat hier achter staat vaak rotzooi, want dat staat hier op de nominatie om weg te gooien. Dus daar hebben we wat plantenmatten. Dat is gewoon kunstplanten. Die zijn we er tegenaan aan het bevestigen, zodat iets groener oogt. We hebben zojuist een klimatuin geplaatst. Dat is een waterreservoir van ongeveer 500 liter. Als het hard regent, vangt hij het water op. Er zit een plantenbak op en het water sijpelt daar doorheen en komt in het reservoir terecht. Er zit onderaan zit een kraan en dan kun je dan weer in droge tijden kun je daar water uittappen om de planten water te geven. Dus er is weer A, wat minder belasting van het riool bij regenoverlast. En in droge tijden heb je weer wat extra water wat weer op de bloed komt aan de natuur. Plantpyramides geplaatst. En tot slot moeten wij hier nog een pergola gaan bouwen. Dat is het laatste wat we gaan doen. Irado gaat voor nog meer groen een aantal plantvakken aanleggen.